Ja, goedemorgen iedereen. Ik wou even terugkomen op hart voor humor. Hart voor humor. Nou, iedereen die van pedofiele grappen houdt en van vrijheid van meningsuiting. Ja, sowieso. Ik bedoel, ik hou van vrijheid van meningsuiting, maar niet van pedofiele grappen. Maar die kan daar naartoe gaan voor slechts een tientje, georganiseerd door Jonathan Crispijn, die het geen enkel probleem vindt om grappen te maken met kinderen die oraal verkracht worden. Nou, oké. Nou, las ik net in de reacties onder zijn berichtgeving. Daar schreef iemand, ja, het is toch de vrijheid van meningsuiting. Nou ja, ik ben het ook met vrijheid van meningsuiting eens. Als je goed opgelet heeft, heeft niemand Jonathan uitgescholden. Wat Jonathan wel bij alle andere mensen doet. Scheldt hij uit, beledigt hij, zet hij dan nog openlijk te kakken. Jonathan, ik vind je echt een kneus. Maar goed, dat is mijn vrijheid van meningsuiting. Ja, nog een keer, hart voor humor. Hou je van pedofiele grappen? Want in plaats van dat ze erover nagedacht hebben en de rekening, nou, over nagedacht wel en de rekening gehouden mee hebben, zegt Jonathan, we hebben de grap nog grover gemaakt. Nou, ik vind het geen grap, maar schijnbaar zijn ze nog grovere pedofiele handelingen wat ze daar meenemen en een hele zaal die er volgens hem over gelachen heeft. En ja, als mensen lachen om zulke rare vergelijkingen hè, tussen borstvoeding en dat je dan gaat lachen omdat er gezegd wordt dat een kind oraal verkracht wordt, nou is dat jouw humor? Hart voor humor van Jonathan Crispijn. Ga er naartoe, dan word je op je wenken bediend. En ik ben een groot voorstander van vrijheid van meningsuiting. Ik zeg ook niet, je moet je bek houden, hè? Of als jij dat nog een keer zegt, nee, dat zeg ik allemaal niet. Ik heb alleen gezegd, en anderen, wat voor publiek daar zit? Nou ja, schijnbare publiek, wat houdt hè, van grappen waar kinderen oraal verkracht worden. Dus hou jij van humor op die manier, ga naar Jonathan Crispijn en naar Hart voor Humor en je wordt op je wenken bediend. Pedo-lievend Nederland of mensen waar ik ben voor een vrijheid van meningsuiting, maar voor wie dan ook gewoon alles geen enkel probleem is, dat ze zichzelf daarmee kunnen identificeren. Ga naar Hart voor Humor. Wil je lachen zoals je nog nooit gelachen hebt, zonder schaamte dat kinderen verkracht worden? Hè? Leef je uit. Ga naar Hart voor Humor. Hart voor Humor. Hè? Als het je niet uitmaakt, gewoon dat er grappen gemaakt worden met kinderen die verkracht worden, dan moet je bij Jonathan Crispijn zijn. Bij Hart voor Humor. Dus mensen, deel voor slechts een tientje. Ben jij bij de pedofiele grappenmakers? Nou, misschien zijn ze niet pedofiel, maar de grappen die kunnen er wel over gaan. En vind je dit geen enkel probleem? Leef je uit, maar deel dit ook vooral gewoon. Want ja, ik wil gewoon reclame maken voor die man gewoon. Hè? Echt, vrijheid van meningsuiting. Jonathan, je bent een topper gewoon, hè? Ik weet waar je gedachten liggen. Dat laat je zien. Het maakt je niet uit. Ik vind je moet je kapot schamen. Ik vind dat je een viespeuk bent. En ik vind je een kneus. Maar dat vinden heel veel mensen niet, want je trekt volle zalen die zich doodlachen. Hè? Als er bij jou op het podium gezegd wordt hè, dat een kind oraal verkracht wordt. Nou. Mensen, deel dit. Gewoon zet er van mijn part een berichtje bij. Ga niet schelden, verlaag je niet tot het niveau van Jonathan. Ga ook geen andere rare dingen zeggen. Verlaag je niet tot het niveau van de comedianten die daar zijn. Maar als er mensen zijn die er gewoon van houden, hè, nodig ze uit. Hè? 10 euro ben je erbij op de site van Hart voor Tumor van Jonathan Crispijn. Met nog grovere, schokkendere, hè, pedofiele grappen. Dus, Jonathan, echt. Jongen, hé, wat een kneus vind ik je. Ja.